Het kan beter in Suriname. Daar gelooft president Chandrika Prasad Santokhi heilig in. Maar hij meent dat elke Surinamer moet werken aan een betere toekomst voor land en volk. Het staatshoofd stelde gisteren tijdens zijn toespraak in verband met 47 jaar staatkundige onafhankelijkheid dat hij sinds zijn aantreden in 2020 zich eraan heeft gecommitteerd om Suriname leefbaar, gelukkig en gezond te maken. Beter ook door mijn regering, beter ook door mij. Daarom heb ik mezelf vanaf 2020, vanaf ons aantreden, ook gecommitteerd om ons land Suriname tot een beter, leefbaar, gelukkig en gezond Suriname te maken. En daaraan zal ik mij houden als president. Ik wens voorspoed. Ik wens voorspoed, rust en vrede voor dit land door al wat goed is te betrachten. En dat geeft aan ons land waardij. Santokhi haalde verder aan dat we elkaar in dit land dankbaar moeten zijn voor rust en vrede. Maar nog meer dat we er zijn voor elkaar en ook hierin kan het beter volgens de president. Vandaag op de dag van de 47e herdenking en viering van onze onafhankelijkheid wil ik uit mijn hart de bevestiging uitspreken dat wij dit mooi geliefd prachtig Suriname zullen redden en verder ontwikkelen. We zullen dag en nacht werken voor elke Surinamer van deze, maar ook voor de volgende en toekomstige generaties. We zijn op de goede weg. En we zijn goed bezig op die goede weg. Een weg die wij afleggen met voortdurend gebed en bescherming van onze Schepper. En ik weet dat het voor velen soms niet zo lijkt. President Chandrika Prasad Santokhi wijst erop dat zijn regering constant werkt aan de positionering van Suriname in de wereld. Daarnaast verwees hij naar de economische stappen die zijn gezet sinds zijn aantreden.